Spoorwegbeheerder ProRail neemt dit weekend het perron van station Geelzerijen onder handen. De strenge vorst van het afgelopen winter heeft het perron dusdanig beschadigd dat ProRail ingrijpende herstelwerkzaamheden moet uitvoeren. Door de werkzaamheden rijden er dit weekend geen treinen tussen Breda en Tilburg. Vrijdagavond vanaf 9 uur wordt begonnen met de reparatie. Maandagochtend rond 6 uur moet alles klaar zijn. De NS zet bussen in om passagiers tussen beide stations te vervoeren.